Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Oh, Jezus! Oh, oh, Jezus! Oh, God. Ik moet hierna natuurlijk. Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij dit hoeft te doen. Een nieuwe aflevering. Een nieuwe film. Ja, we gaan weer films busten samen met M&M's. Waar hoop je een beetje op? Ja, even iets anders. We hebben alleen maar actie gedaan. Ja. Alleen maar, het was alleen maar pompen, heel mannelijk. Maar kijk, de kijkers kennen ons van onze humor natuurlijk. Wij zijn super grappig. Ja, dus we hebben iets leuks nodig. Ja. En met een beetje romantiek. Dus we gaan kijken wat het wordt, jongens. Ik heb het idee dat ik al weet wat het wordt. In Notting Hill zien we hoe Hugh Grant samen met zijn vers gehaalde ontbijtje volledig tegen Anna Scott oploopt. Echt blij is hij hier niet mee, want Anna zit daardoor van top tot teen onder de jus d'orange. Nadat Hugh Grant al zijn charmes in de strijd gooit, weet hij uiteindelijk toch haar hart te veroveren. Lukt het jullie om, net als Hugh Grant, na een ongemakkelijke situatie toch een nummer te scoren en de film te busten? Dit vind ik nou zo'n mooie film. Dit is jouw favoriet, Dit is oprecht mijn favoriete film. Hoe vaak heb je hem gezien? Ja, een stuk of 20. En het wordt elke keer leuker. Ja? Je ziet elke keer weer wat nieuws. Maar zo heb jij ook je eigen vriendin ontmoet, hè? Je hebt, zeg maar, keihard Churans in de gezicht. Ja, zo verzie ik alle vrouwen. Ja. Ik vind, het wel echt lastig, hoor. Nee, ik heb het nooit echt geprobeerd. Maar volgens mij gaan we dat nu dus in deze aflevering doen. Ja, ik zeg maar, ik ben al slecht met de vrouwtjes. Als ik zo meteen ook nog Churans in de gezicht moet gaan gooien. En ook in het Engels moet praten. We moeten dit wel een beetje met respect gaan doen, hè? Ja, zullen we het gewoon proberen? Ja. Okay. Laten we een expert erbij halen. Heren, 3 jus d'orangetjes even neergezet. Ja. Want ja, we gaan vandaag dus die scène uit Notting Hill testen. Kun je op die manier ook echt vrouwen versieren? Nou hebben jullie mij van de week in vertrouwen verteld dat jullie nog een beetje onzeker zijn over vrouwen versieren. Ja, maar dat was in vertrouwen. Ja. Het is vooral omdat ik een vriendin heb. Het is een tijdje geleden, denk ik, hè? Laatste keer was het andere filmbusters. Was het afgelopen weekend tijdens ADE? Ja. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk allemaal wel even wat tips nodig van iemand die expert is op het gebied van matchmaking. En ha, die heb ik gebeld. Haar naam is Wendy. Hallo Wendy. Hi Niels. Hi Niels. Leuk. Kun jij van ons in 1 uur of 2 uur ontzettende masterflirts maken? Dat is niet mijn dagelijkse business. Oh, keer de Wendy. Even jij als expert, wat vind jij van die scène? Denk jij van, dat is eigenlijk wel echt een hele goeie? Nou, ik denk dat te maken heeft met locatie, met welke persoon je gaat uitkiezen. En vervolgens heb ik nog wat tips over hoe je het dan kunt gaan doen, wat je kunt zeggen, hoe je houding is. Ja. En het lijkt mij dus niet zo heel verstandig om meteen alles te gaan schoonmaken voor diegene. Dat kan niet in 2021. Dat doet hij wel, Michel. Je moet sowieso echt een ongeluk lijken. Ja, hij moet een beetje klunzen. Oh, oeps. Wat nou als een van deze twee boys daar in de buurt zitten en die hebben toevallig een handdoek, die heeft net gesport en ik koop die handdoek voor haar gelijk van, kan ik deze van je kopen en heb je er... Hier heb je nog meer zweet. Hier heb je een hele vieze aftandse handdoek. We hebben een expert voor je ingehuurd. Hoe zou jij het aanpakken? Nou, ik vind het heel goed dat je zelf de regie neemt en dat je zelf de actie verzint. Maar in eerste instantie moet je eerst nog even afwachten wat er met haar gebeurt. Hè? Dat weet je gewoon niet. Ze kan boos zijn, ze kan geïrriteerd zijn, ze kan haast hebben. Maar kies vooral ook een persoon uit die er ontspannen uitziet en die gewoon daar rustig loopt. Ja. En roep gewoon eerst even het eerste wat je in je opkomt. Gewoon hoe je normaal ook zou doen als je het bij je vrienden of bij je vriendin zou doen. En dat zou per ongeluk gebeuren in huis of op een openbare plek. Laten we een poging wagen. Oké, misschien is het inderdaad wel lekker voordat we echt met jus d'orange gaan kloten, dat we eerst even gaan oefenen met water. Is dat een idee? Als jullie willen. Misschien en is belangrijk dat is voor de mindset. Ja, maar dan kun jij nog een beetje tips geven. Ja. En dan kijken we daarna wat we wel niet goed deden. En dan voor het echt in. Ja, dan moeten we toch echt met de jus d'orange gaan smijten, jongens. Echt de perfecte dag. Het is al koud, het regent al en dan ga je nog eens iemand nat maken. Ja, maar ik denk dus echt serieus,
als iemand van ons vandaag een nummer moet regelen, dan is het Martijn, toch? Die komt hier toch wel weer mee weg. Nou, dat dacht ik dus. Vorig seizoen dacht ik dat ook, maar toen was jij de versierkoning. Maar Martijn is gewoon heel smooth met de vrouwtjes. Die kan gewoon goed. Ja. Ja, die kan gewoon makkelijk praten met vrouwen. Ja, daar komt hij. Sorry. Nee. Ben je nat? Nee, dat ging net goed. Oh, ik heb. Volgens mij heb ik wel iets. Sorry, ja, super klunzer. Ik zat helemaal op mijn telefoon. Nee, maar ben je oké? Er is niks gebeurd. Serieus, kijk, die fles is vol. Ja, hier zie ik het water. Ja, dat is water, toch? Ja, sorry. Nee, geen probleem. Misschien een hele gekke vraag, maar als ik het een keertje goed maak dat ik een drankje voor je koop, is dat een. Nee, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké, snap ik. Ja. Zo. Ik vind het moeilijk om naar te kijken. Moet je nagaan dat jij dit zo meteen is? Ja. Ja, dat was pijnlijk. Ik gooi het niet eens over. Ja, dat was pijnlijk. Ja. Ja. Naar een drankje vragen is gewoon heel ver gezocht. En het voelt in één keer ontzettend alsof alles ervoor zo precies is gemaakt. Het is in één keer van, oh, dus wat hiervoor is gebeurd, dat was een versierpoging. Dat was met voorbedachte raden. Overduidelijk, door die switch in toon ook. Er is iets heel gemaakt. Ja. Ik weet niet hoe je dat eruit krijgt. Misschien heb jij daar een tip voor, maar... Ik heb iets. Ik heb iets in mijn hoofd en... dat kan goed uitpakken, maar dat kan ook heel slecht uitpakken. Nou, ik denk dat die toch wel weer in het slachtofferrolletje gaat kruipen. Hij gaat daar een mental breakdown voor zitten. Hij gaat huilen. Het zou zomaar kunnen zijn dat een vrouw er nog op gaat vallen ook. Oh, Jezus! Oh, fuck. Waar gaat-ie? Oh, wat een flapdrol ben ik. Oh, sorry schat. Je bent helemaal nat. Ja, nu valt het water heel erg mee. Ze blijven staan. Kijk, gek, ze blijven staan. En wel eraan dan. Oh, ja, ik ben wel oké. Beetje pijn, maar... Ben jij oké? Ja? Oh, wat? Oh, dit is echt niet goed voor mijn eergevoel. Sorry. Kan ik een koffietje... Kan ik het goed maken met een koffietje een keer? Nee, echt niet? Ik sta erop als man zijnde. Dit is niet goed voor mijn eergevoel. Ja? Moet ik even... Zullen we een nummer uitwisselen? 15. Oh, ben je... Sorry. Ik dacht echt dat je ouder was. Oké, fijne dag. Oh, ze is 15. Oké, ik stop met deze dag, überhaupt. Dit was heel leuk. Dat was geweldig. Zag ik het nou goed? Jij valt voor 15-jarigen? Nou, dit is echt best wel short. Dit staat dus ook op beeld. Ja, dit staat op beeld, ja. Is dit, kan ik hiervoor aangeklaagd worden? Nee, maar Niels, weet je dat een 15-jarige... Nee, hoeft niet. Jawel! Ja, ik sta erop. Ik sta erop. Nou, zij pakte bijna de telefoon, dus ze wilde. En toen zei ze, maar ik ben 15. En toen was het wat? Maar ja, ze had ook een capuchon op, dus ergens kon ik het ook niet goed inschatten. En heel eerlijk... Het had ook 2021 kunnen zijn. Allemaal make-up op, je ziet het tegenwoordig niet. Nee. Maar dat betekent wel dat je er heel oud uitziet. Oké, maar dit was een leuke oefening voor mij. Ik moet alleen iets beter scannen, iets ouder mikken. Maar dan komt het wel goed misschien. Voor het echie dan, hè? Zelfde volgorde? Nou, ik doe deze keer de VW's. Ja, maar dan... Het zit er niet mee, hè, vandaag. Het zit er echt niet mee. We gaan het nu dus voor het echtje doen. Dat betekent dat ik echt een flesje met jus d'orange over iemand heen moet gaan gooien. Dat is wat anders dan water dan net, hè? Heftig. Ja. Wat ik me afvraag... Dat klopt niet. Er komt nog een vervolgverhaal, dus als je even je mond aan. De vraag is, moet ik het gaan gooien op, laten we een nieuwe broek of shirt voor je halen, of moet ik het toch echt gooien op dat koffietje? Ja, ik zou voordat je voor de koffie komt, we hebben net gehad een kop en een staart, iets fijns, iets luchtigs, iets leuks ertussen. Je kan het een beetje met een knipoog brengen, kan serieus zijn, maar dat je zegt, we gaan hier voor jou vlekkenspray kopen of we gaan naar de stomerij. Niels, ik wil dat heel graag zien doen. Ja. Hier is je suitje. Dankjewel. Zet hem op. Ja. En dit keer hoi. Ietsjes ouder. Ietsje ouder, ietsjes hè? Ouder.
17. Wij zitten daar en kijken rustig mee. Dankjewel. Nee, laat gaan. Als Niels het nu lukt, dan weten we dat de scène kan. Toch? Dan slaat het nergens op. Ja. Dus ik hoop dat Niels het gewoon nu fixt. Valt het veel op? Nou, fuck it. Ik doe het gewoon. Oh, oh jezus. Oh. Ah. Oh. Oh, shit. Ik ben, ja, gaat wel. Oh, het zit een beetje over jouw schoen, zie ik. Ja, ja, maar er zit wel een gele vlek op je schoen. Mag je dit? Nee, maar ik kan. Oh shit. Wat is? Ja, maar dit is wel erg. Ja, ik ga toch nu naar huis, maar. Ja, nee, ik. Oh ja, nee, laat maar. Nee, gaat toch goed. Gaat opeens wel goed. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja. Ik keek haar aan en ik dacht, die is de jong. Ik keek hem aan en dacht ik, oh, die is weer 16. Weet ik niet zeker hoor. Jawel, ik hoorde hem gewoon gillen vanaf hier. Die was weer te jong, hè? Je ziet aan zijn kop, hij vindt het kut. Ja, grappig. Het is mega kut. Oh god, ik moet hierna natuurlijk. Kut, sorry. Alles over de schoenen heen. Maar er is niks over haar heen. Over jouw broek en schoenen heen. Wat een flap erop ben ik, sorry. Er is volgens mij ook serieus pijn. Nee, ik sta erop dat ik even wat voor je ga regelen. Weet je het zeker? Oh, oké. Okay. Nu wil weg. Hou. Oh, jeetje. Sorry. Volgens mij kwam het een beetje over je schoenen, of niet? Nee, je raakte mij niet. Oh, nee, maar die chiderange volgens mij. Weet je het zeker? Ja, nee, dat maakt niet uit. Wat een flapdrol ben ik, zeg. Sorry, ik struikel over mijn eigen poten. Ja, gaat het met jou? Ja. Moet je een nieuwe koffie? Nee, ik zit niks in. Weet je het zeker? Ik sta erop, mijn eergevoel. Dankjewel. Ja? Oké. Okay. Het lukt me niet. Het lukt me niet. Kijk wat ik voor al die vrouwen over heb, hè. Ik ben bereid om te lijden, dames. En wat krijg ik? Stank voor dank. Nou, Martijn, kom op. Ik zag haar niet. Hier. Hier. Niet achter de boom, niet achter de boom. Hier, met zwarte jas, met zwarte jas. Kom op. Met zwarte jas, achter je. Oh, nu gaat hij de move maken. En dat gaat wezen, hè? Oh, Joe. Sorry. Ben je vies? Ah, nodig. Probeer haar te tackelen ook gewoon, dat zij valt. Haal erin naar haar in je ruimte. Oh, hij heeft iemand. Film. Ja, pak hem. Film, achter die boom. If you'd like, we can say my number, we can talk. Okay, sure. Yeah? What's your number? 06. 06. Ja, dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Are you sure you're okay? Yeah, what's your name? Martin, what's your name? Karina. Yeah, okay, Martin. I'll make sure to keep you up on this. Yeah, I'm so sorry about the bump in. All right. Dank je, Martijn! Ik ben jou eeuwig dankbaar. Nou, we zijn blij. Wow, jongens! Lekker, Martijn! Het was echt zielig. Ja. Want het was een meisje die ging zich verontschuldigen naar mij toe. En ik zag aan haar dat ze begon te huilen. Ik vroeg ze, yo, are you okay? No, I've had such a shitty day. Oh. Dus het was zo gewoon... Oh. Het voelde niet goed. Nee, maar je staat hier wel met een glimlach. Ja, omdat ik er echt helemaal grappig vind. Ja. Even nummer genoteerd. Ja, dit was wel een vrij gênante dag voor ons, denk ik. Hè. Dit doe je niet heel graag. Dus ik zou het ook absoluut niet aanraden om het op deze manier te doen. Spreek gewoon iemand aan op een leuke manier in de kroeg. En dan wens ik je heel veel succes. Maar het is wel gelukt. Zeker. We hebben laten zien dat het kan. Ja. Dus geen fictie. Niet gebast. It's real life. Ik denk niet dat ik zelf ooit nog deze versiertruc ga proberen. Wat wel leuk is om te proberen voor jou, is om je allerbeste of misschien wel allerslechtste versiertruc in de comments te gooien. Het werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.